Personen onder 18 jaar worden vooralsnog niet gevaccineerd. Dat zegt minister Amaramadine van Volksgezondheid. In het Nationaal COVID-vaccinatieplan zijn er 5 grote groepen geïdentificeerd. Ramadine geeft aan dat de focus in eerste instantie is gericht op de frontlinie-medewerkers, zoals gezondheidsmedewerkers, agenten en militairen. De laatsten die gevaccineerd zullen worden zijn de gezonde mensen tussen 18 en 59 jaar. Personen onder 18 jaar worden vooralsnog niet gevaccineerd, omdat de trials op alle vaccins voor COVID niet zijn uitgevoerd op personen onder 18 jaar. Er zijn nu trials gaande, dus zover, zolang dat gaande is en zolang dat ook, het is ook bekend dat kinderen minder ziek worden door COVID-19, in tegenstelling tot bijvoorbeeld influenza, griep, die juist kinderen heel erg treft en volwassenen minder ziek worden. Dus er zijn grote verschillen. De bewindsman zegt dat 0,25% van de populatie eerst gevaccineerd zal worden. Wanneer Volksgezondheid het vaccin binnen heeft, zal een aanvang gemaakt worden met het vaccineren van de frontlinie-medewerkers. Maar ook dan zullen er uitzonderingen zijn, zegt de minister. Distributie van 0,25% voor de frontlinie-werkers. Als je goed kijkt, 0,25% kom je in Suriname nog niet eens op 2000 doses. Maar daarmee kunnen wij alvast de frontliniewerkers, dat bedoelen niet iedereen in de zorg, maar alleen de mensen die met COVID bezig zijn. Zoals de IC-verpleegkundigen, de mensen met COVID-afdelingen, de isolatieunits, doktoren en biologie-swap personeel. Die mensen gaan eerst in aanmerking komen. Dus we horen dat 28 januari. En dan we moeten weten, COVAX, wat houdt COVAX in? We hebben ons gecommitteerd, we hebben een down payment gedaan. En we kunnen uit COVAX maximaal 20% van de populatie coveren. Met een optie om naar 40% te gaan. Maar het gaat niet zo snel gaan. Dus ik wil ook de samenleving voorbereiden. Verwacht niet dat we binnen een paar maanden de hele samenleving hebben kunnen inenten. Er is een probleem internationaal. Availability, dus beschikbaarheid van vaccin. Maar ook de rijke landen die nu, u hebt zelf van de WHO gehoord. De rijke landen zijn nu in de rij om als eerste het vaccin voor hun mensen te kopen. Dus in ieder geval moet ik aangeven, we zijn bezig. Het is een groeiend document. We zijn bezig het plan nu uit te werken met de PAHO samen. Op zeer korte termijn, ik denk eind volgende week, worden samen even verder geïnformeerd over de plannen met betrekking tot het COVID-vaccin. Minister Amaramadine van Volksgezondheid. Hij benadrukt dat de samenleving zich nu moet focussen op de preventie tegen het COVID-19-virus.